Hartelijk dank dat ik hier mag staan. Ik ga beginnen met een geruststellende boodschap voor iedereen hier in de zaal. Politiek is eigenlijk niet zo moeilijk. Je hebt sommige politici die dat heel moeilijk willen maken of professoren die daar dikke boeken beginnen over schrijven. Maar de essentie van politiek is eigenlijk niet zo moeilijk. En dus als je vraagt wat is nu de inzet van de verkiezingen in oktober, ja, de inzet is duidelijk. Dat is hoe gaat het beleid eruit zien de komende 6 jaar in uw gemeente. En dus ik ben het helemaal oneens met wat Jean-Marie de Dekker hier straks zei. Een gemeente besturen, dat is altijd hetzelfde. Zien dat het licht brandt en de gracht uitvegen, zoiets was het. Maar dat klopt niet. Je kan met een gemeente heel wat verschillende richtingen uit. En dat is dan ook de vraag van de verkiezing op 14 oktober. Welke richting willen we uit? En in een democratie is het natuurlijk ook belangrijk dat wij even luisteren naar wat de bevolking daarvan vindt. En eigenlijk weten we dat. Eigenlijk weten we wat de bevolking vindt. We hebben daar van alle studies die daarover gemaakt zijn, en ik zou er enkele willen citeren. De eerste is die van minister Muiters. Minister Muiters is minister in de Vlaamse regering voor ruimtelijke ordening. En die heeft in het kader van het opstellen van zijn ruimtelijke structuur van Vlaanderen een onderzoek gedaan met de vraag hoe zou u de ruimtelijke ordening in Vlaanderen willen zien in 2050? En het eerste wat daar opvalt, zeer duidelijk, is dat er maar 16% is, dus heel weinig, 16% die zegt, het is goed zoals het is. Dus het is duidelijk dat er heel veel kritiek is op de manier waarop de ruimtelijke ordening nu is georganiseerd, met zijn lintbebouwing en met de open ruimte die altijd aangesneden wordt. Belangrijker is dan natuurlijk, wat wil men wel? Want het is duidelijk dat men niet wil zoals het nu is. Wat wil men wel? En daar zie je dat de topantwoorden, en dan gaan we hier over 80% en meer, gaan over, je moet de waardevolle landschappen bewaren, je moet de open ruimte bewaren, je moet de stadskernen versterken, je moet autovrije, autoluwe stadskernen maken en je moet ook investeren in openbaar vervoer om die kernen met elkaar te verbinden. Allemaal de topscores. Dus ik voel me daar zeer goed bij, want ik lees daar eigenlijk het programma van Groen. En vaak is er gezegd geweest in het verleden, die Groenen, wat die zeggen, het is misschien wel intelligent, het is misschien wel goed, maar het is niet haalbaar, de mensen zijn er niet klaar voor, enzovoort. Nu, uit deze onderzoek blijkt, de mensen zijn er wel klaar voor, de mensen zijn er zelf vragende partij voor. Spijt genoeg heeft deze Vlaamse regering de gewoonte om, als ze zo'n onderzoek doen, die daarna te klasseren en vol enthousiasme toch door te gaan met projecten zoals YouPlace, wat dan een mega shoppingcentrum is en wat volledig tegengesteld is ten opzichte van het idee van kernversterking en van duurzame mobiliteit. Ik stap even over naar een ander onderzoek. En het is een gelijkaardige bron, maar dit keer is het minister Krevits, ook minister in de Vlaamse regering. En die heeft een onderzoek gedaan over mobiliteit in het kader van de opstelling van haar mobiliteitsplan. En ook daar was weer de vraag, wat vinden jullie dat de belangrijkste doelstelling moet zijn in een verkeersveiligheid, in een mobiliteitsbeleid? En het antwoord was topantwoord, verkeersveiligheid. Breng het aantal slachtoffers, breng het aantal doden, breng het aantal gewonden naar beneden. Tweede topantwoord, investeer in openbaar vervoer, ga voor comfort voor fietsers en voor voetgangers. En weer bekroop met dat gevoel, hier staat het groenprogramma, de mensen zijn er vragende partij voor. Als er gevraagd werd, hoe zou u de files willen oplossen? Topantwoorden, openbaar vervoer, fietsen, meer dan 80%. Als dan ook de vraag gesteld wordt, we kunnen ook nieuwe wegen leggen of we kunnen de bestaande wegen verbreden, vindt u dat ook een goed idee? Een buis met 40%. Spijt genoeg heeft deze Vlaamse regering de gewoonte om zo'n rapport naast zich neer te leggen. En de voornaamste mobiliteitsprioriteit van deze Vlaamse regering is de verbreding van de Brusselse ring. En de laatste 4 jaar is het aantal tramkilometers met 7% gedaald. Zijn er ook nachtbussen en trams ook geschrapt. Maar goed, je ziet dus, eigenlijk is de Vlaming daar wel klaar voor. En als de Vlaamse regering het niet doet, dan is het misschien het moment om de gemeenten die ook belangrijke bevoegdheden hebben op vlak van mobiliteit, op vlak van ruimtelijke ordening, om dit nu over te nemen en hier in hun beleid centraal te stellen. Want we zien dat niet alleen in de Vlaamse regering, we zien dat ook in de gemeenten, dat als we dat van de traditionele partijen laten afhangen, dat het nooit gebeurt. Dat er altijd wel een reden is om te zeggen, we gaan het toch maar niet doen. Het komt wel in partijprogramma's terecht, komt zelfs soms in beleidsplannen terecht, mooi vormgegeven, blinkend gepubliceerd, maar dan stropt het. En dan stropt het omdat er altijd wel een reden is. Er is een of andere middenstander die komt zeggen, stop nu toch met die auto's hier weg te halen, want dan, als men niet voor mijn deur kan parkeren, ga ik failliet. Er zijn onderzoeken en praktijkvoorbeelden genoeg die dat tegenspreken, maar toch maakt dat dan indruk op die partijen. Of er zijn
bouwpromotoren die zeggen, ja, maar alsjeblieft niet te veel regels op vlak van waar dat we mogen bouwen en hoe duurzaam we moeten bouwen, want dan wordt het hier, dan kunnen wij dat meer aan en, die bouwpromotor die kent de burgemeester dan en zo is er weer een reden om de ambitie te laten varen. En dus, mijn claim is, als je een groen beleid wilt, en het blijkt uit onderzoeken dat veel mensen dat willen, dan heb je ook groenen in het beleid nodig. Ik ga die claim ook hard maken door even te gaan kijken naar waar dat wij als groenen verantwoordelijkheid genomen hebben de voorbije jaren in de gemeente. En ik begin in Zwijndrecht. In Zwijndrecht hebben we een burgemeester gehad gedurende 3 legislaturen. Willy Minnebo, heel spijtig genoeg, is hij een paar maanden geleden overleden. Dat was een zware klap voor onze partij. Maar als je kijkt wat hij op die 3 legislaturen gedaan heeft in Zwijndrecht, hij heeft effectief duidelijk gekozen voor de investering in tramvervoer, een tramverbinding naar Antwerpen en terug. Hij heeft zeer zware investeringen gedaan in fietsinfrastructuur, met succes. Hij heeft ook iets wat de Belgische regering tot nu toe nog altijd niet kan, gekozen voor rechtvaardige belastingen. Hij heeft de personenbelasting naar beneden gehaald, dat is de belasting op de werkende mens, en hij heeft de bedrijven mee laten betalen voor de gemeente. Hij heeft ook geïnvesteerd in sociale projecten, kinderopvang, serviceflats. Hij heeft 1% van zijn begroting van de gemeente gaat naar ontwikkelingssamenwerking. Dat is een indrukwekkend palmares voor een kleine gemeente als Zwijndrecht. En ik maak even de stap naar een andere stad, met name Mortsel. Daar hebben we ook 2 legislaturen, de burgemeester Ingrid Pirat. En dat is een controversieel beleid geweest, er is veel discussie over geweest. Maar ook daar zien we dat er consequent keuzes gemaakt zijn. Daar is ook sinds een paar weken rijdt er ook de tram. Er is de voetgangers, de fietsers zijn daar centraal gezet. En je ziet, en ik vind het belangrijk dat dat geweten is, je ziet daar de resultaten in de cijfers. De luchtkwaliteit is toegenomen, is verbeterd. Het aantal verkeersslachtoffers is drastisch naar beneden. En de levenskwaliteit van mensen die er wonen is groter, is onderzocht. Jonge mensen met kinderen die daar komen wonen en die vol zijn van de levenskwaliteit in Mortsel. En die keuze voor verkeersveiligheid, voor gezondheid, voor levenskwaliteit, is een keuze die we maken en die we ook consequent uitvoeren als we in de gemeente zitten en als we in het gemeentebestuur zitten. En dus, deze verkiezing in oktober gaat over welk beleid je zal krijgen de komende 6 jaar. En dus deze verkiezing gaat niet over wie wordt er burgemeester. Het is een raar fenomeen dat de gemeenteraadsverkiezingen hoe langer hoe meer tot dat format worden gebracht, dat het rechtstreekse burgemeestersverkiezingen zouden zijn. En het is misschien interessant voor jullie als studenten om daar eens een onderzoek naar te doen, hoe dat gekomen is, wie daarmee begonnen is, wie daar belang bij heeft om dat op die manier naar voren te brengen. Maar het klopt natuurlijk niet. Het is niet de vraag, er is geen rechtstreekse verkiezing van een burgemeester. En vooral in Antwerpen, ik zal ook even over Antwerpen spreken, omdat ik Antwerpenaar ben, is dat natuurlijk komt dat heel sterk naar buiten, die vraag over wie wordt er burgemeester. En dan valt dat soms wat tegen, bijvoorbeeld na dit weekend, als er voor de eerste keer lijsttrekkersdebatten zijn georganiseerd, waar ook de 2 gedoodverfde kandidaat-burgemeesters bij waren. En dan krijg je mensen die op hun honger blijven zitten. Ik ga even de perscommentaren van maandag erbij pakken. Het zijn enkele citaten. Uit het Nieuwsblad bijvoorbeeld. Niet zo heel veel inhoudelijke verschillen. Het laatste nieuws. Janssens en De Wever over de meeste thema's op dezelfde lijn. De Gazet van Antwerpen. De inhoudelijke verschillen zijn klein. De Morgen. De lang verwachte Janssens versus De Wever is eigenlijk Janssens en De Wever. En zo zie je dat heel dat de verkiezings- of die burgemeestersverkiezing een beetje in het water valt. En dan besluit je ook ja, het vreemde idee dat ja, Janssens en De Wever toch hun volgende coalitie aan het voorbereiden zijn. En het gaat nogthans daarover. Het gaat over welke coalitie komt er zodanig dat die coalitie ook dat beleid kan gaan vormgeven. Gisteren kwam ik een oude vriend van mij tegen. Het was lang geleden dat ik hem gezien had. Een toffe kerel, woont ook in Antwerpen. En hij komt naar mij en zegt, ik ben helemaal groen geworden. Zegt hij. Ik vind helemaal, jullie hebben gelijk in die verkiezing in Antwerpen, bijvoorbeeld over die ring, als we die gaan rondmaken vlak tegen de stad, ja, dat gaat alleen maar auto's aantrekken en lawaai en fijn stof. Mooi niet toe, een slecht idee. En ook, zei hij, het zijn mijn woorden niet, zei hij, Janssens, wat mij betreft toch niet echte progressieve burgemeesters en sociaal beleid, toch nogal hardvochtig enzovoort. Dus ik dacht, oké, dat gaat allemaal de goede kant uit. En dan zei hij plots, maar ik twijfel toch. Ik denk dat ik misschien toch maar voor Janssens ga stemmen.
En ik vraag, ah ja, en waarom? Hè? En toen zei hij, ja, ik heb niet graag dat Bart de Wever zou burgemeester worden. Sorry, Bart, werd mij gezegd. Dus ik zeg daarop, dat begrijp ik goed. En ik... Maar ik zeg, je moet voor Groen stemmen. Groen moet groot zijn, zodat er een progressieve coalitie mogelijk is. Want anders kan Patrick Janssens niet anders dan een coalitie te vormen met Bart de Wever. Ik ben blij dat ik die mensen uit zijn dilemma heb geholpen. Hij ging nu ook voor Groen stemmen. Maar de bottomline is, deze verkiezingen zijn geen burgemeestersverkiezing. Deze verkiezing gaat over een gemeenteraad die gekozen wordt, een coalitie die kan gevormd worden en het beleid dat daarmee samenhangt. Beste mensen, ik ga nog eindigen met één concreet voorstel. Het is 14 oktober, het wordt een feest van de democratie. Overal gaan we verkiezingen, gaan we gemeenteraden verkiezen. Maar dan, nadat we dat gedaan hebben en nadat al die gemeenteraden zijn gevormd, op dat moment komt er een heel raar proces op gang en dan gaan al die politiekers die verkozen zijn, die beginnen dan allerlei mandaten onder elkaar te verdelen. En dat gaat inderdaad over intercommunales, dat gaat ook over bovenlokale nutsbedrijven enzovoort. En heel vaak komen die mandaten ook bij dezelfde mensen terecht. En elk jaar wordt dat gepubliceerd, dus als je nu de laatste cijfers bekijkt, door het Rekenhof gebeurt dat. Het podium, de top drie, waren CD&V-burgemeesters. En dit gaat dus over betaalde mandaten. Dus er was Luc de Hane uit Ieper met 16 betaalde mandaten. Patrick Moenaert van Brugge met 15 mandaten. Pieter Buysse van Dendermonde met 14 mandaten. Nu, ik ben ervan overtuigd dat die mensen dat niet op zich voor het geld doen. Dat is zeggen, ik wil dat die dat doen. Dat is ook meestal de motivatie die men geeft. Voor het belang van hun stad, voor het belang van hun gemeente. Dat ze zeggen, ja, maar wij komen op voor onze bevolking. En ik denk dat die motivatie wel klopt, maar toch ben ik het er niet mee eens dat we op die manier organiseren. Omdat we heel veel macht concentreren bij enkele personen. Omdat ook er toch altijd de belangenconflicten om de hoek liggen te loeren. En ook omdat, ja, al die mandaten, zeker als dat gaat over bovenlokale nutsbedrijven, water, energie, gas... Dat is ook heel ingewikkeld, dus dat heeft zijn tijd nodig. En die tijd kun je dan niet gebruiken voor je lokaal mandaat. Vandaar dat wij het concrete voorstel doen om die supercumul eigenlijk onmogelijk te maken. En om na die verkiezingen slechts maximum 3 mandaten in een intercommunale of in een bovenlokaal nutsbedrijf te mogen cumuleren. Op dit moment bestaat er een plafond, maar dat gaat enkel over het intercommunale. Dat gaat niet over die nutsbedrijven. Dus laat ons dat... Voor algemene, dat voorstel gaan we doen, ook aan de collega's, om die supercumuls op die manier onmogelijk te maken. En dat is belangrijk, denk ik, voor de gezondheid van onze democratie. Zo, om samen te vatten, 14 oktober gaat over het beleid dat in uw gemeente de komende 6 jaar zal gevoerd worden. U hebt allemaal een stem. Ik zou oproepen, maak er zorgvuldig gebruik van. Dank u wel.